Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar week 36 van mijn zwangerschap. We hebben gewoon de 36 weken gehaald. Ik ben heel blij en ik neem dat niet voor lief, want er zijn heel veel zwangeren die vroeg bevallen en zo. En er komt heel veel zorgen bij kijken. Dus ik ben blij dat we de 36 weken hebben aangetikt. Mocht ze deze week komen, waar ik niet van uitga, dan kan het zijn dat ze nog heel even in de couveuse moet. Maar in principe is ze helemaal af. Dus ja, nu heb ik ook wel zoiets van, laat maar komen. Maar laten we eerst maar eens even deze vlog beginnen. Ja, jullie zullen vast verbaasd zijn dat ik weer niet in mijn badjas een vlog open. Nee. Ik heb daadwerkelijk deze, sinds mijn verlof begonnen is, wat een beetje vaag is wanneer het precies begonnen is, heb ik nog niet één keer echt lang in mijn badjas gelopen. Alleen op zondag, maar dat is gewoon wat ik altijd doe. Op zondagochtend doe ik lekker rustig aan. Maar ik heb vandaag een shirt van Nikki aan. Wat hier vrij ruim is bij de schouders en bij de armen zijn ze ook veel te lang. Dus ik heb ze opgerold. Maar bij mijn buik past het precies. Ik hoop niet dat ik hem nou oprek, dit shirt van Nikki. Nou ja, in ieder geval, ik heb het. Het was de onderste van de stapel, dus ik ging ervan uit dat hij die niet zo vaak aantrok. Het zit wel echt een stuk beter dan mijn eigen kleren. Dus sorry Nikki, de aankomende tijd ga ik ook in jouw kleren leven. Ik hoop dat hij het niet zo erg vindt. Ik hou superveel vocht vast. Al sinds vorige week. Ik weet niet of je... Ja, eigenlijk al langer hoor. Ik heb echt hieronder en hier hou ik vocht vast. Mijn lippen zijn dikker. Mijn vingers zijn echt al sinds kerst heel dik. Het viel me nu ook op dat mijn, hoe heet die dingen? mijn enkels, die je niet meer kan zien, die zijn ook helemaal vochtvol. Dus ik hou de laatste tijd gewoon heel veel vocht vast. Wat niet heel, ja, het is wel vervelend eigenlijk, maar niet dramatisch. Nu was ik gisteren bij de verloskundige en dat was allemaal goed, maar ik kreeg toch allemaal zorgwekkende berichtjes van mensen. En ik dacht, ja, ik wil toch zeker weten dat ik niet een zwangerschapsvergiftiging heb. Mijn bloeddruk was goed. Dat hebben we gemeten. Maar hij is wel hoger dan mijn gemiddelde. Want ik sportte natuurlijk voor mijn zwangerschap heel veel. En ik had een hele goede conditie. Dus mijn bloeddruk was sowieso wat lager dan volgens het boekje. En nu zou het dan gewoon goed zijn volgens het boekje. Maar dat is voor mijn doen wel wat hoger. Dus ja, ik snap dat de verloskundige daar niet iets achter heeft gezocht. Want zij weet natuurlijk niet hoeveel ik sport voor mijn zwangerschap. Maar ik belde toch even terug. En ik zei, zou misschien toch eiwitten kunnen checken in mijn urine. En dat vonden ze geen probleem. Dus daar heb ik dadelijk als eerste een afspraak. Dus ik ga weer naar de verloskundige. 2 dagen op rij, foutje. Ik heb het plasje opgevangen. En daar gaan we dan checken of het nodig is. Dat we. Ja, of ik zwangerschapsvergiftiging heb. Ik heb niet het idee dat ik dat heb. Soms heb ik zo van. Oh, toch wel. Want ik ben echt niet fit. Weet je wel? Dat ik echt sloom ben. Dat ik echt weinig doe en moe word. Dus dat duidt mij dan wel weer dat ik denk, oh, dat doet me dan denken van, oh, misschien wel. Ik heb hele tintelende handen, heel veel vocht. Ja, ik voel mijn hartslag ook heel vaak. Ik weet niet. Dat kan ook gewoon laatste weken van de zwangerschap zijn, maar het kan ook zwangerschapsvergiftiging zijn. Dus dan denk ik, better safe than sorry. Laat het gewoon checken. Als er geen eiwit in mijn urine zit, dan ben ik gewoon ook weer helemaal rustig. Niet dat ik echt super gestrest erom ben, want ik ben inmiddels 36 weken zwanger. Dus ja, als in het ergste geval moet ze nu gehaald worden. Dat ze me inleiden. Ja, dan is het wel gewoon al een heel voldragen babytje. Dus het is randprematuur dan.
Uiteraard wil ik liever dat ze gewoon tot de 40 weken blijft zitten. Maar als het niet zo is, dan is het niet meer erg. Och, Nagini. Ja, toch. Heel lang verhaal dit. Maar ja, ik dacht, ik moet het wel eventjes delen, want dit is wat er nu gaande is. Ik verwacht niet dat ik zwangerschapsvergiftiging heb. Maar laten we naar de verloskundige gaan, dan weten we het zeker. Oh ja, mocht ze nou deze week komen, dat is niet zo erg. Alles is klaar voor haar, hè? De belangrijke dingen. Er zijn nog wel dingen die niet af zijn. Maar ja, dat komt vanzelf. Weet je, het zou als ze... Kijk, als ik nog tot 42 weken zwanger ben, dan heb ik nog een hoop wat ik kan doen. In de babykamer nog wel, de lamp en een stoel en noem maar op. Maar ook... Ja, mijn vluchtkoffer is bij... De belangrijkste dingen zitten erin bij een vluchtkoffer. En nu komen de extra dingetjes. Ja. Is het dan heel belangrijk, hè? Dat is de vraag. En de box moet nog opgezet worden. Maar dat zijn allemaal dingen, ja, als een baby net geboren is, maakt het helemaal niks uit. Dat kan ook nog dan. En dat kan dan ook nog dat mijn vader dat even doet of zo. Dus nee, ik maak me daar in dat opzicht helemaal geen zorgen als ze nu komt. Dan komt ze, dan is het haar tijd. En als ze pas over 5 weken komt, ja, dan is het dan tijd om voor haar om te komen. Ik ben er nog niet echt heel druk mee. Ik heb nog wel een e-mailbox die sinds mijn verlof heb ik daar begonnen is niet meer naar gekeken heb. En dus ik zag gisteren dat ik 110 mail had. Daar moet ik echt doorheen gaan werken, want anders wordt het drama de aankomende weken met mails. En sommige mensen willen gewoon ook antwoord. Blijft die staan zo? Ik hoop het. Net bij de verloskundige geweest. Urine gecheckt. Geen eiwitten in de urine. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat geeft me weer even een gerust hart. Nu was ik niet heel erg bezorgd. Ja. Het was beter safe than sorry. Meer dan dat ik echt worried was. Dus nee, helemaal goed. We gaan weer lekker verder zwangeren. Ik heb nu ook ineens het idee van, nou dan blijft ze ook wel voorlopig nog even zitten. Dus ik kan me weer helemaal focussen op het zwanger zijn. Ja, ze namen me wel echt heel serieus. Dat vond ik wel heel fijn. Ze zei ook van, wil je dan volgende week een extra afspraak om het nog even dubbel te checken? Ik zeg, nou als er geen eiwitten in de urine zitten, dan vertrouw ik er gewoon op dat het helemaal goed is. Dus nu is de volgende afspraak over 2 weken gewoon. En ze zei, ja, mocht er toch nog wat zijn, kun je altijd bellen. Ook echt doen. Gewoon meteen bellen. Bij zorgen. Als je er minder voelt of net wat. Dus dat was wel heel fijn. Ze namen me echt serieus. Dus dat maakt de stap om te bellen als ik me zorgen maak wel wat kleiner. Maar ik heb nu niet echt een reden om me zorgen te maken. Ik moest gewoon lekker rustig aan doen. En genieten van die laatste weekjes. Dus dat ga ik maar doen. Welkom op mijn niet opgeruimde gamekamer. Die vandaag op de planning staat om op te ruimen. Ik heb mijn sportoutfitje aan. Je kunt een beetje zien hoe groot mijn buik is. Ja, echt wel groot, hè? Wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik ga vandaag weer trainen. Ik ben natuurlijk 36 weken zwanger. Ik denk dat dit de laatste keer is. Ik merk dat ik gewoon heel weinig kan. Dus ik ga het even overleggen met Luno straks. Maar misschien wordt dit dus de laatste keer dat ik krachttraining ga doen. En dan ga ik me gewoon focussen op de bevalling die gaat komen. Proberen zoveel mogelijk te bewegen. Maar ik merk gewoon dat mijn voeten... Alles wordt gewoon zwaar en opgezwollen. En ik denk dat sporten... Ja, dat staat niet meer in verhouding met hoe ik me voel van het e-sporten. Dus ik denk dat dit de laatste keer gaat zijn. Zo, morgen is ons laatste... ik begin ook echt random gewoon over morgen te praten. Terwijl ik nog niet verteld heb wat vandaag de dag is. Het is vrijdag, 11 februari. En weer een weekje voorbij van mijn verlof. Ja, ik reken de week een beetje in maandag tot vrijdag. Morgen hebben we dus een borrel voor ons bruiloft. Nog, met vrienden, omdat die er allemaal niet bij konden zijn in verband met de coronaregels.
Dus we organiseren thuis gewoon een borrel. En vandaag gaan we eventjes de eerste voorbereidingen treffen. Boodschapjes doen. Dat ik alvast dingen kan snijden voor morgen. Zodat morgen het een rustig dagje wordt. Dat alleen, het enige wat ik morgen hoef te doen is feestje houden. Dus daar ga ik mee aan de slag vandaag. Ik ga met Nicky samen de boodschappen doen. Dus dat is heel fijn. Hoef ik zelf niet te showen met boodschappen. Wel weer classic in mijn badjas begonnen deze vlog. Of nou, de vlog is niet begonnen, maar dit shot. Maar gaan we nu dus eerst even aankleden. En dan gaan we zomaar eens even boodschappen doen. Het is zaterdag en de ballonnen hangen klaar. Die hangen al heel lang klaar. En ik ga nu beginnen aan de hapjes hier maken. Dat ga ik lekker zitten doen. Dus dan is het niet zo zwaar. Story time. Ik heb het idee dat deze vlog wel vol storytime zit. Excuses als je dat niet zo leuk vindt. Maar ik dacht, ja, ik deel het toch nog eventjes wel in de vlog. Ik ga ondertussen de hapjes maken. Dus vandaar dat de angle misschien niet zo goed is. Vannacht, toen ik naar bed ging, toen voelde ik er al. Had ik er al eigenlijk niet meer gevoeld sinds na het avondeten. Nou, het was inmiddels 12 uur dat ik naar bed, of ja, in bed, toen lag ik in bed en toen ging ik ook echt slapen. Ik denk dat ik om 12 uur sliep, iets ervoor. 11:30 misschien. En ja, ze had niet bewogen, maar ik denk ja, toch slapen. In bed beweeg ze dan vaak wel, nou dat deed ze ook niet echt. Maar ja, ik was wel moe, dus ik ben gewoon in slaap gevallen natuurlijk. Toen werd ik om 5 uur wakker. En ik voelde er nog steeds niet. Ik denk, ik ga eventjes echt bewust voelen aan mijn buik. Of ik er voel of niet. Maar ja, ik bleef er maar niet voelen. Om 4:15 denk ik, ik ga even plassen. Ik ga eventjes, weet je wel, een beetje bewegen. In de babykamer rondhuppen. En dan hopelijk beweegt ze dan. Maar ze ging maar niet bewegen. En in mijn hoofd ging het maar. Ja, iedereen die ook eens zwanger is geweest, die zal dat vast kunnen beamen. Het ging gewoon lekker aan zijn loop. Weet je wel, in mijn hoofd van, oh, zou er iets mis zijn? Waarom beweegt ze niet? Want ze beweegt normaal dus echt veel, vind ik. Dus dat ze nu niet bewoog, baatte mij zorgen. Nou, ik denk op een gegeven moment 5:30 was dat. Ik ga Nicky wakker maken dat ik al een half uur er niet gevoeld heb. Nou, ik heb Nicky wakker gemaakt. Ik zeg, sorry schat. Ik voel er niet. Ik maak me een beetje zorgen. Hij zegt, kijk anders even op internet hoe of wat. Nou ja, ik weet wat er op internet staat. Daar staat even een half uur of 2 uur op je linkerzij liggen. En dan moet je 10 keer haar gevoeld hebben. En dan is het goed. Nou ja, dat wist ik. Maar goed. Het was al een half uur voorbij zonder dat ik er had gevoeld. Dus ik denk, nou, oké. Ja, er gingen nog wel minuten voorbij. En ja, Nicky zegt, ja, ga anders even in bad. Want dan gaat ze toch altijd bewegen. Doe even dingen waar ze normaal van gaat bewegen. Dus rechtop zitten ging ik doen, want daar beweegt ze vaak ook van. Ik had nog meer. Nou, in bad. Dus ik in bad. Voelde ik er een zacht schopje geven. Eentje. Maar ja, dat was dus heel weinig. Vervolgens dacht ik, oh, weet je wat ze ook doet? Dat staat op internet. Ik heb dat nog niet zelf heel vaak gemerkt. Maar als je dan, oh, ik laat iets vallen. Als je dan cola drinkt of suiker, dan krijgen ze een soort, ja, suikerrush. En dan gaan ze bewegen. Dus ik dacht, nou, ik pak anders een glas. Dus ik zat in bad en Nicky ging een glas cola pakken. Ja, niet zo healthy denk ik dan om 5:30 ochtends, maar goed. Nou, inmiddels een half uur in bad. 2 keer voelde ik er wel een beetje verschuiven. Maar er was wel op het moment dat ik ook zelf verschoof. Dus het kan ook zijn dat ze gewoon een beetje los ligt en dat ik er daardoor voelde. Dus ik was nog steeds niet echt heel tevreden. Nou, om 5:30
Kwart over zes. Ik lag weer in bed. Gewassen en uit bad natuurlijk. In bed. Begon ik er een beetje te voelen. Een beetje krachtiger dan dat ze nog daarvoor had gedaan. Maar ja, het was inmiddels anderhalf uur later. En ik had er dus... Hoeveel heb ik het nou gevoeld? Niet vaak. In ieder geval. Nog geen... Ik denk dat ik er nu 5 keer had gevoeld. Nou, het was 6:30 inmiddels. 6 keer gevoeld, 7 keer gevoeld. Ja, het is wel minder dan op internet staat. Maar dat was in 2 uur. Dus ik moest nog tot 7 uur wachten. Nou, toen ben ik maar gewoon gaan liggen. Geen echte actieve bewegingen gevoeld. Maar ik voelde er in ieder geval bewegen. Dus ik was wel daarom minder bezorgd. Want eerst voelde ik er echt helemaal niet bewegen. Dat maakte me echt helemaal panisch. Maar dat was nu dus niet meer. Dus in dat opzicht dacht ik, oh, oké, dit gaat de goede kant op. Maar goed, 7 uur. Even naar de verloskundige gebeld. Ik denk, ja, ik ga toch bellen. Of ik er nou voel of niet. Want het is... Ja, dat ik er zo weinig voel, vind ik ook al zorgmakend of zorgwekkend. Dus gebeld, maar ik moest even de voicemail, want het was natuurlijk super vroeg. Dus ik had de voicemail even ingesproken. Toen was het 8 uur inmiddels. Nou, toen daarna dacht ik ook van... daarna voelde ik er ook wel een beetje, want toen ging ik uit bed en dan voel ik er af en toe een beetje stompen of zo. Wel licht. Lichter dan ik gewend ben van er. Dit is echt een lang verhaal trouwens, sorry daarvoor. En ja, dus nu heb ik om 9:30 een afspraak bij de verloskundige, want ik belde om 8 uur dus weer. Toen zei ze, oké, hoe lang ben je zwanger? Nou, ik zeg 36 weken. Oké, dat is ja, gewoon oké. Dus weet je wat, 9:30. En hou er wel rekening mee dat ik je misschien door ga sturen voor een hartfilmpje. Dus dat gaan we zo doen. Om 9:30 moet ik bij de verloskundige zijn in Tiel. En dan moet ik misschien dus even naar het ziekenhuis voor die hartfilmpje. Maar ik heb nu al wel wat minder zorgen weer dan net. Dan vannacht, omdat ik er nu gevoeld heb een paar keer. Wel minder. Dus dat is sowieso iets waar je moet laten checken. Maar ja, ik voel me altijd wel een beetje gênant als ik er dan weer voel. Weet je wel, dat ik dan... Op het moment dat ik bel, of dat ze dan terugbellen, dat ik er dan alweer voel. Dan denk ik, oh, zo gênant. Dat was de vorige keer ook. Rij ik naar de verloskundige toe, heeft ze een soort kickboxwedstrijd in mijn buik. Dus, nou ja, heb het al eerder gezegd, deze vlog. Better safe than sorry. Ik ga het waarschijnlijk allemaal vloggen. Als het heel erg is, niet. Maar dan heb ik dit in ieder geval opgenomen. Ik ga nu even verder met de hapjes, want ik moet ze ook weer voor 9:30 even opruimen. Oké, ik ben bij de verloskundige geweest. Hebben ze alles goed, wat ze kon checken. Dus dat geeft goede hoop. Enige zei ze, ja, zij kon verder niks zien aan de kindsbeweging of dat kwalijk was. Dus ik moet eventjes naar het ziekenhuis om een hartfilmpje te maken. En aan de hand van het hartfilmpje kunnen ze zien... Ja, dan kunnen ze de conditie van het kindje even bekijken. Dus we gaan het zo horen in het ziekenhuis. Ik ben niet echt zenuwachtig ervoor. Ik heb net wel heel hard mijn hoofd gestoten. Dus ik kan wel huilen van die klap op mijn kop. Ik wil een auto instappen en bonk. Keihard tegen mijn hoofd in de auto. Dus ik ben wel een beetje met mijn hoofd er niet helemaal bij, merk ik. Dus als er dadelijk gewoon goed nieuws is, dan zal het wel weer terugkomen. Maar ik maak me geen zorgen. Want ik heb er net gezien op de echo. Ze zag er nog steeds heel knap uit. Van wat ik kon zien. Nee, ik zag een kloppend hartje. Nou wist ik ook wel dat niet zou zijn. Aangezien ik er ook wel heel licht voel. Af en toe. En ze zei, ja, de verloskundige zei, ja, je kan toch dat ze wat minder beweegt en dat ze in de loop van de dag wat meer gaat bewegen, maar je kunt het beter checken.
Dus ze vond het niet erg dat ik er op zaterdagochtend gebeld heb. Maar goed, ik ga nu naar het ziekenhuis. En hopelijk straks met goed nieuws bij jullie terug. Wat is het trouwens mooi weer op deze zaterdag. Ik ben net in het ziekenhuis geweest. Hartfilmpje gemaakt. Hartfilmpje was goed. Ik heb bedacht om dit clipje kort te houden. Hartfilmpje was goed. Metingen waren verder goed op de echo. Maar ze wilden toch morgen nog een hartfilmpje maken. Of ik moet nu heel veel kindsbewegingen voelen, dan hoeft het niet. Maar mocht ze zo rustig blijven, dan gaan we morgen weer een hartfilmpje maken. Dus ja, dat is het eigenlijk voor vandaag. Nu ga ik terug naar huis. We gaan het feestje van vanavond wel gewoon door laten gaan. Want ja, ik zou niet weten waarom niet. Want ja, ik kan heel rustig aandoen. Ook op een feestje. Dus ja. Goedemorgen, het is inmiddels maandag 14 februari en het betekent dat het Valentijnsdag is en mijn batterij is leeg. Dus ik ga eventjes mijn batterij vervangen. Nieuwe juice. Gisteren was ik met Nicky samen naar het ziekenhuis geweest. Ik voelde er wel al heel een stuk beter bewegen zaterdagnacht na ons feestje toen we naar bed gingen. Toen was ze ineens heel bewegelijk in mijn buik. 'S Ochtends ook weer. Ik dacht, ja, ik bel toch maar eventjes nog, want ik had afgesproken dat ik zou bellen. Nou, wij naar het ziekenhuis, hartfilmpje gemaakt, echo en het was gewoon allemaal goed. De buikomvang was ook gewoon precies gemiddeld. Het was precies 36,4 en dat was ook weken zwanger. En dat was ik gisteren dus ook, 36,4. Dus het was eigenlijk precies helemaal gemiddeld en goed. Dus geen groeiachterstand of iets waar we zorgen over hoefden te maken. Dus alles was goed. En ik moet zeggen dat ik heel moe was van het feestje. Dus ik heb de hele dag verder niks gedaan. Met mijn moeder, ik zeg met mijn moeder, maar vooral mijn moeder heeft veel gedaan hoor. Even het huis een beetje aan kant gemaakt. Dus we kunnen weer lekker door met babyvloggings. Geen zorgen. Dus helemaal fijn. Hier zie je op de achtergrond al dat de boodschappen gebracht zijn. En dit keer hebben ze ook daadwerkelijk de kistjes, hoe zeg je dat? De boodschappen. Hoe heet die dingen nou? Kistjes? Nee. Kratjes, ja. Gewoon op het aanrecht gezet. Super lief. Ik hoef het niet eens te vragen. Hij deed het gewoon uit zichzelf. Dus heel aardig. En er zat ook een roos bij. Omdat het Valentijnsdag is. Vier liefde, speciaal voor jou. Dus vorige keer zei ik Piep Jumbo. Wat ik niet herhalen. Maar nu moet ik wel mijn woorden teruggeven. Dit is toch wel lief. Omdat we altijd online bestellen, kregen we een roos. En het verhaal van de triptrapstoel, die hebben we gisteren in elkaar gezet. Mijn vader, Nicky en ik. Ik heb weinig gedaan. Ik had alleen maar commentaar. Maar mijn vader had hem zwart geverfd. Want we hadden hem natuurlijk... Hij was rood gevonden langs de straat in Den Haag. Een tante van een vriendin van mij. En we hebben hem uit elkaar gehaald. En zwart geverfd. Dat heeft mijn vader gedaan. En gisteren dus in elkaar gezet. Dus die staat eigenlijk ook klaar. We moeten er alleen een newborn set of zoiets bij hebben. En dat hebben we niet. Dus ik zit nog een beetje te twijfelen of ik die ga kopen of lenen. Of misschien vragen als iemand nog een cadeau wil geven of zo. Oké, we gaan even wat doen. Ik heb net de video geëdit van mijn tweede trimester. Ik probeer echt in mijn verlof iedere maandag om 11 uur ook een video te uploaden. Tot nu toe is dat me gelukt. Dus ik hoop dat we verder te kunnen zetten. Ik heb de samenwerking met MSI die ik had. Die is al sinds de zomer gestopt, helaas. Tijd om deze laptop terug te sturen. Dus dat ga ik doen. En ik ga dus eventjes naar Tiel. Want ik had dus laatst, toen wij na de subbeton gingen wij eten halen. Toen zaten we nog in een lockdown. Toen kon je eten afhalen. En toen kwamen we dus langs een tent waar ze bubble tea hadden. En ik wist dus niet dat bubble tea zo dicht bij mijn huis verkregen kon worden. Dus ik ga naar Tiel. Deze laptop eventjes afgeven aan de UPS. En dan gaan we
even bubble tea scoren. En het is vandaag Valentijnsdag. En Nicky heeft al een paar keer gezegd dat hij zin in sushi heeft. En ik ook. En ik heb ook gewoon nu zin in sushi. Dus ik ga denk ik sushi halen wat ik mag. Ik mag natuurlijk alle vis en rauwe dingen mag ik niet. Maar wel de gebakken kip en de gebakken garnalen. En de in de sushi en de komkommer en de avocado. Dus ik mag eigenlijk wel wat. Dus ik ga gewoon even kijken en ga lekker sushi eten vanavond. Beetje romantisch. Dus dat ga ik nu doen. En jullie gaan mee. Mijn laptop is ingeleverd. Ik ben langs de Big Bazaar geweest. Ik moest een paar dingen halen. Ik zal thuis zo even een shoplog doen. En nu is de tijd aangekomen dat ik lekker ga bubbeltieën. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem dus nog nooit gehaald in Tiel. Dus ik ben benieuwd of die net zo goed is als in China. Die heb ik nog nooit gehad hoor, in het Nederland. Maar we gaan het zien. Zo is in mijn haarwild. Al die babyhaartjes, dit. Een beetje last van maagzuur. Dat heb ik eigenlijk, dat deel ik niet zoveel in de vlog. Omdat ik vaak in bed lig dat het meest vervelend is. Of op de bank. En dan heb ik mijn vlogcamera niet bij de hand. Camera. Maar ik heb best wel vaak last van maagzuur. De bubble tea was nice. Niet zo nice als ik wel eens gehad heb in Nederland. Dus bij lange na niet zo nice als in China. Maar ik geef ze nog een kans. Want ik had een moeilijke bestelling. En ze had het niet helemaal. Ze was niet helemaal scherp, die verkoopster. Dus ik ga er nog een keer heen. Dan ga ik een andere proberen. Kijken of die misschien beter gaat. Maar hij was niet vies, dus ik heb er wel van genoten. Ik heb meteen sushi gehaald voor vanavond. Staat lekker in de koelkast. Ik heb voor mezelf ook voor de zekerheid maar een pokeball met kip geregeld. Mocht de sushi, dat ik toch echt maar weinig binnen mag krijgen, dat ik dan nog even lekker... Dat ik dan toch nog een pokeball heb. Met kip. Dat mag ik sowieso. Dus dat is zo gaan wij vanavond even Valentijn vieren. Een beetje beperkt. Maar wel leuk. Maar ik zou nog even een shoplog doen van de Big Bazaar. Dus dat ga ik eventjes doen nu. Oh, ik heb even hem zo. Dan zit hij niet zo strak. Dus let niet op mijn shirt. Mijn buik is gewoon te groot aan het worden. Deze waren in de aanbieding. Color catchers. Die waren bijna op. Ik doe eigenlijk altijd een color catcher bij mijn was. Gewoon zodat de kleuren niet overlopen. Wat in het verleden wel eens gebeurd is bij mij. Ze waren 3 voor 3 euro. Dus ik heb er 6. Die. Het valt mee hoor wat ik allemaal heb gekocht. Deze waren op. Van die dingen voor in de play. Dus ik heb dit keer pine geur genomen. Dus die kan ik mooi zo gaan. Oh, het zijn er 3. En ik heb 2 verpakkingen. Dus ik heb er 6. Nou, haal ik altijd verjaardagskaartjes in huis. En ik vond dat ze hele leuke hadden. Dat is ook een aanbieding. 4 voor 1,50. Als dat klopt. Heb ik niet gecheckt. Ja, 50 cent korting. Want ze zijn per stuk 50 cent. Dan heb ik ook 2 nieuwe theeglazen gehaald. Dit lijkt op de theeglazen die ik heb. Ik denk, als ik dadelijk heel veel kraamvisite heb. Ik heb namelijk letterlijk 2 theeglazen. En als er dan 3 mensen komen en die drinken allemaal thee. Dan heb ik in ieder geval nog glazen erbij. Misschien dat ik nog meer ga halen. Maar ik hou het nu bij 2 extra. En dan als laatste heb ik 4 van deze gehaald. De donkere wasmiddel was op. En ik vind die bolletjes erin gooien altijd wel makkelijk. Dus black velvet voor donkere kleding van Robijn heb ik. Dus 4 van dit soort doosjes gehaald. Dus we kunnen weer aan de was.
eventjes bij licht heb ik nu nog even het eindresultaat van de box. Die staat, het is een beetje rommel in de keuken, let daar niet op. Maar de box staat en ik vind hem eigenlijk niet in de weg staan of zo. Dat idee had ik van tevoren wel dat ik dat ging vinden, dus ik ben er heel blij mee. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze vlog. Ik dacht, laat ik hem een keertje afsluiten. Ik wil je vragen om mij te volgen op Instagram en TikTok als je dat nog niet gedaan hebt. Mocht je het leuk vinden, deze video, kijk dan vooral veel meer van mijn video's en abonneer op mijn kanaal. Dat kan met het knopje onder in beeld als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag bij week 37, want die gaat zo weer beginnen.